Het is juli 2020. We rijden nu in Salk. We gaan naar camperplaats aan de Stegen. Die zit op de Broeksteeg 42. Ze hebben hier, nou, zoals het dus op Campercontact stond, 12 plaatsen. Geen lengtelimiet. En het kost hier 13 euro all in. En wat ik begrepen heb, was dat deze camperplaats vanaf 1 juli geopend was? Ja, is nog maar net een week open. Ik heb die mensen gisteren gebeld. Maar dat leek erop alsof ze maar eventjes open was. Hè. Tijdens de coronatijd om eventjes wat geld voor in de kas van het dorpshuis te krijgen. Maar die man die zei, hebben we waarschijnlijk voor elkaar iets om het misschien toch door te zetten. Na september of oktober was dat dan volgens mij. Het is trouwens een mooie rit naartoe als je vanaf Kampen komt. He, dus vanaf Kampen ga je via een dijkje rijden zo, via nog een plaatsje. Waar ik zo niet meer kan herinneren hoe dat plaatsje heette. Zande, nooit van gehoord. Heel mooi dorpje. En dan rij je zo hierheen, heel pittoresk. Echt leuk. Kijk eens hier naar een bordje. Knooppunt, fietsknooppunt. Ja, misschien kennen heel veel mensen Salk nog van Klasien. Klasien uit Salk, ja. Klasien uit Salk. Wereldberoemd. Even kijken. Dit was hier nog een dorpshuis. En die was eigenlijk, een restaurant geloof ik. En er was ook nog, die deed wat samen met het dorpshuis. Moet hier eens af. Kijk of ik dat restaurant ook zie. Of we daar nog langs komen. Daar heb je nog een kerk. Nee, ik denk dat het restaurant wat meer naar links is. Kijk, daar heb je de kerk. Hier links. Mooi huisjes. Ja. Zie je dat? Pittoresk. Er zit een dak erop. Hartstikke leuk. Nou, volgens mij krijgen ze hier glasvezel. Ja, dat zal best. Daar zijn ze in heel Nederland mee bezig. Ja. Nou, het is wel zo dat we, als we zo aankomen, zie je eerst een gewone parkeerplaats. Dit is de parkeerplaats van het dorpshuis. En de bedoeling is dat ze er wat aan gaan doen. Dat het toch zeg maar aangekleed wordt als een camperplaats. Daar heb je het dorpshuis naar links. Bruine hout met gele kozijnen. Maar je hebt hier dus wel toilet, douche, stroom. Ja, dat zit in het dorpshuis, hè? Ik weet niet of dat altijd geopend is. Nee, ik kan wel zijn bepaalde tijden alleen nou. En je kon hier wel je grijswater kwijt, maar nog niet je chemisch toilet. Maar als dat hier doorgaat, dan zou dat ook aangelegd worden. Ik sta al netjes aangegeven. Camperplaats aan de Stegen. Ja. Wel een mooi pand, hè? Mooi gebouwd is. Een biljart daar binnen. Dat is regend. Ja, toch? Ja. En wat je hier ook hebt, daar moet je maar eens even kijken op de website. Die zet ik even hieronder. Onder de video. Je hebt hier ook nog het laarzenpad. Oh, kijk eens. Daar zie ik een aantal stopcontacten. Zie je dat? Een mooie plaats dit. En als je daarna gaat, dat je de route hier naartoe is hartstikke mooi. We gaan zo nog even het dorp bekijken. Even kijken of we dat restaurant nog kunnen filmen. Hier op de hoek zie je de kraan om je watertank te vullen. En in deze hoek komt dan een plek waar je chemisch toilet kunt legen. Dat is er nog niet zoals je ziet, maar dat komt allemaal. En hier heb je, staat een kleedkamer zo, maar deze deur gaat dan open. En dan kun je hier dus naar binnen voor de toilet en de douche. Nou, en zoals je ziet, hartstikke mooie ruime toilet en een mooie ruime douche. Hier heb je ook nog een sjurboelbaan. Hier heb je een kaartje voor de camperplek. En dan staat erbij waterpunt, stroom en dat is inderdaad daar. Op dat kastje, dorpshuis, Sjeur de Boerbaan, wat ik net liet zien,
En 5 informatie. En 6 terras. Hier bij de ingang van het dorpshuis. Als het dan slecht weer is, kun je hier zitten met elkaar. Bibliotheek heb je hier nog. Zie je dat? En hier het biljart. Hier nog allerlei tafeltjes. En natuurlijk ook nog een barretje. En wat er ook nog bij komt. Ik denk dat dat er al wel is. Dat het al wel voorhanden is. Maar allerlei dingen. Speciale appelsap uit Zalk. Maar ook wijn bijvoorbeeld. Daar staan al een paar flessen. Als je dat er niet bij je hebt. Of je hebt er weinig meegenomen. Dan kun je dat hier nog even kopen. En kijk, allemaal foto's. Ja, allemaal van vroeger. Zalk verder zonder drogist. Maar ik weet niet, maar dit geeft mij een hele goede vibe, zeggen ze wel eens, hè? Ook de beheerder die hier is, die komt heel positief over erover. Die heel veel plannen heeft hij om er echt wat moois van te maken. Ik sta nou eventjes met Geert te praten daar. Maar aan die kant, waar de Jureboebaan is, daar heb je nou een maïsveld. En daar is hij mee bezig om daar een flink stuk van voor elkaar te maken, zeg maar, als camperplaats. Met een haag eromheen helemaal weer, dat het helemaal mooi aangelegd wordt. Nou, ik ben benieuwd. Als dat zover is, dan kom je hier zeker nog even terug om daar nog eens een keer te vullen. En rijden we nog eventjes door het dorpje. Moet eens kijken. Mooi hier. Even kijken. Hier nog een hooiberg. Hier heb je de oase. En dit is de oase, ja. Dit is het café Eethuis de Oase. Dat is gewoon echt maar een heel klein stukje lopen. Vanaf de campplaats. Want, hè, je kunt zeg maar in het dorpshuis kun je een drankje nuttigen. Hè? Dus de horeca daar is eigenlijk meer voor drinken. En ja, een broodje of een bal gehakt zou nog geregeld kunnen worden. Maar eigenlijk is het de bedoeling, die afspraak hebben ze ook, dat als mensen dan willen eten, dat ze dat dan daar doen in Eethuis de Oase. Zo, dit is mooi hè. Kijk, dan ga je hier bovenop. Rechts hebben we natuurlijk harde kijkers. De hoofdkant hier is Zwolle van de IJssel. Mooi hoor. En daar heb je het Laarspad. Ik zag daar net dat je daar overheen kunt stappen, dus dat is daar ook maar 5 kilo. En dan loop je hier langs het water met de laarzen aan natuurlijk, hè. Nou, als je nieuwsgierig bent geworden, dan zou ik zeggen, kom naar Zalk.